We hebben ooit een video rond de kerstperiode op onze Facebookpagina gezet. En dat was een bijzondere video. Ja, het ging over een jongen uit Lelystad en deelde voedselpakketten uit aan minima in Lelystad. Gewoon zomaar. Ja. En nu heeft hij ons een nieuw bericht gestuurd. Hij zegt van, ik ben met heel veel leuke dingen bezig. Dus tijd om eens eventjes bij te praten. En dat doen we dan ook heel graag met Marco Ravelo. Of moet ik zeggen Marco Antonio Ravelo. Nou ja, Marco Ravelo is ook goed. Ravelo is, ja, goed. Is goed. Welkom bij ons in de studio. Dank u wel. Eerst eventjes terug naar dat filmpje van rond de kerst. Ja. Hoe kwam dat zo tot stand? Ja, Ravelo Eating is gewoon begonnen als een entertainmentgroepje. Ja. Gingen we eerst langs restaurants, vandaar Ravelo Eating. Dan gingen we nieuwe restaurantjes in Lelystad beoordelen voor de kijkers thuis, dat ze wisten waar ze lekker konden eten. Daar begon het mee. Ja. Alleen in Lelystad deed je dat? Alleen in Lelystad was dat nog. En had nog niks met minima te maken? Nee, nog niks. Oké. Okay. De ene ging naar school, de ene ging veel met zijn DJ-dingen aan de gang, de andere ging andere opleiding doen, werken, dat soort dingen. Dus het ging een beetje uit elkaar, dat groepje. En ik heb altijd al mensen willen helpen. Ja. Dus ik dacht van, met die volgers die we hadden op Ravelo Eating, dacht ik van, dit is een mooi moment om gewoon een draai te geven aan dat hele ding. Mm-hmm. En toen hebben we gezegd van, we gaan kerstpakketjes uitdelen aan mensen onder de armoedegrens. En van daaruit, dat werd zoveel bekeken. Het kwam dus op jullie pagina, op de pagina van TV West. Ja, er was heel veel bekeken. Mm-hmm. Ja, en daarna dacht ik van, weet je, het moet niet alleen met kerst zo zijn dat we mensen helpen, maar we gaan gewoon door. En van daaruit zijn we kleding gaan inzamelen, voedselpakketten, speelgoed geven aan arme kindjes. Hoe kwam je aan al die spullen dan, ook voor die kerstpakketjes? Dat kregen we van mensen. Van mensen? Ja, we hebben gewoon gedeeld. Ja? Van, we gaan een kerstpakkettenactie houden. En heel veel reacties. En, dus gewoon spullen die mensen in de kast hadden staan. Ja, en ze zouden doneer ik. En dat kun je dan samen van een pakketje mensen, gaan samenstellen. Van bedrijven, van alles. Maar krijg je dan alleen maar spullen over de datum? Of ook wel gewoon goede spullen? Oh, okay. ja. Maar van waaruit die begaanbaarheid met de minima? Hoe kom je daar zelf zo mee in contact dan? Ja, omdat ik zelf niet altijd goed breed heb gezeten, zeg maar. Dus ik en mijn ouders zaten ook bij de voedselbank en dat soort dingen. Dus je kent eigenlijk de klappen van de zweep. Ja, en ik weet dat veel mensen gewoon ook een beetje vergeten worden rondom de kerst, weet je. En dan voel je het nog erger als je langs zo'n huis loopt waar de lichtjes branden en het gezellig is. En dat je weet dat er ook mensen zijn die dat niet hebben. Ja, maar en hoe kom je dan aan de mensen waarvan jij weet dat die het niet zo breed hebben? Krijg je dat door of melden mensen zich aan? Ik ben nu 31, maar ik heb wel lang op straat gehangen en zo in Lelystad. Dus ik was ook een beetje straatjongetje. Dus dan ken je wel een beetje de families en de buurten waar je dan moet zijn. Is er veel armoede in Lelystad? Ja, zeker weten. En verspreid over heel de stad? Of zijn het echt wel bepaalde buurten? Zijn wel bepaalde buurten, ja. Ja. Wat is nou de buurt met de meeste armoede bijvoorbeeld? Waar heb jij de meeste pakketjes rondgebracht? Ik denk dat je rond de oude gedeelte, zeg maar, achter het Lelycentrum, een beetje de Kamp, Voorstraat, dat soort dingen. Mm-hmm. Ja. En hoe reageren mensen dan als jij met zo'n pakketje aankomt? Ja, ik vond dat echt tof. Heel veel mensen die klapten ook gewoon dicht. Omdat in deze tijd gebeurt het niet zo gauw dat iemand aan je deur staat met een pakket. Dus heel veel mensen klapten dicht. Maar er waren ook hele mooie reacties, weet je. Van een vrouw die bijna begon te huilen en dat soort dingen. Ja, het is, nooit iets negatiefs dus? Nee, nooit. Dan zijn rot op met nooit, je pakket. Nee. Je zegt zelf ook, ik ben een jongen van de straat ook. We zien ook de tatoeages op je gezicht ook. Ook de traan bij je oog. Ja. Dat duidt er misschien wel op dat vroeger was jij echt totaal anders, denk ik, hè? Ja, ik was heel anders, ja. Behoorlijk heftig ook wel. Ja, de thuissituatie was gewoon slecht. Dus geweld en veel problemen thuis met mijn broer, mijn ouders. Er was vaak vechten thuis en zo en veel ruzie. Ja. Dus, die wonen allemaal nog in Lelystad ook, of niet? Mijn moeder die woont nog steeds hier. Mijn broer is verhuisd naar Den Haag. Mijn vader is overleden. Oh. Mm-hmm. Maar waar is die ommezwaai gekomen? Of die ommekeer? Toen ik mijn zoontje kreeg. Toen ben ik hem gaan dopen in de kerk. Ja. En toen kreeg ik gewoon een helder moment. En toen ben ik gewoon acuut gestopt met alles. Maar dat geloof, is dat sinds kort? Nee, altijd al. Je bent altijd christelijk vanaf jongs af aan is dat al mijn strijd geweest. Ja. Okay. Doe je het nu ook samen met de kerk of niet? Nee, alles is vanuit mezelf. Alle acties die ik doe. Ja. Dus alleen vanuit mezelf, samen met mijn vrouwtje doen we dat. En er zijn mensen rondom die ons helpen. Dus de ene keer
helpt een vriend met een pakket afleveren. De andere keer helpt mijn schoonmoeder met iets. Dus het zijn allemaal verschillende mensen die het gewoon tof vinden wat we doen. En die steunen ons. Ja. Nou, je bent met heel veel nieuwe initiatieven bezig. Alles voor de minima ook. Daar horen we graag zo meteen nog even wat meer over. Ja, top. David Benjamin en Friendly Fire. Het is 11:30 voor 2:30. We hebben zeg maar ook een beetje de Benjamin hier in de studio zitten. Marco Ravelo. Jij bent eigenlijk jeugdwerker. Ja, klopt. Als we het zo mogen zeggen, onbetaald jeugdwerker vanuit jezelf. Ja. Heb je ooit bij de gemeente aangeklopt en gezegd van joh, ik heb een goed idee of help me eens ergens mee? Ik heb wel verschillende mensen vanuit de gemeente gesproken. Hoe reageren ze dan? Ja, ze namen me niet echt serieus. Hoe komt dat dan, denk jij? Ja, ik denk door de eerste indruk. En dat, omdat ja, je een tatoeage hebt. Ja, maar ja, ik snap dat ergens ook wel. Nee, de waarom? De eerste indruk misschien voor hun anders is. Nou, waarom? Ja. Nou, precies, je weet het zelf ook niet. Nee, dat is dus niet zo. Hij is er niet. Je probeert het een beetje goed te praten dat ze daar niet serieus op reageren. Ja. Of kennen ze je misschien uit het verleden of zo? Nee, helemaal niet. Niet, hè? Nee.
Maar nee. Dan zeg je, ik hou me bezig met jongeren, ik doe dit. Ik wil wat met jongeren doen. Ja, precies. Maar het wordt niet echt wat meegedaan of niet serieus. Is Lelystad gewoon niet serieus bezig met de jongeren? Want je bent zelf jonger geweest. Je zei van, ik heb veel op straat ook rondgehangen. Mm-hmm. Er is natuurlijk niks te doen voor de jongeren. Er is veel te weinig te doen. Ja. Ja. Dan schets eens een beeld. Ik bedoel, je bent van de zomer ben je veel op het Lelyplein geweest. Ja. Wat zag je daar? Wat gebeurt daar? Ja, drugsgebruik, geweld. Regelmatige gevechtjes en mensen die in het ziekenhuis belanden door overdoses. Dat soort dingen. Ja. En dat zijn allemaal mensen die je kent? Allemaal. Ja, een paar ken ik er wel van, ja. En de anderen herken je? Ja. Een beetje van jezelf erin? Ja, klopt. Ja. Maar ik ben erheen gelopen en ik heb gewoon aangeboden van... Hey, jongens, als jullie hulp nodig hebben met iets... mocht zij een werk zoeken of weet je, iets positiefs doen, veranderen, stoppen met drugs, weet ik veel wat, kom dan bij me langs. Dan zijn er 2 of 3 uit de groep die dat echt deden. Die kwamen ook echt bij mij thuis en dan gingen we verdiepen in de Bijbel of zo. Of wat ze interessant vonden, dat gingen we doen. Mm. Wat eten samen, wat drinken samen, gewoon gezellig. En die gaan wel positief volgens mij. En, ja. Ja. Dus eigenlijk zou de gemeente bijvoorbeeld of het beleid... In het algemeen, die zou eigenlijk meer van jongens zoals jij moeten hebben. Dat zijn de jongens van de straat. Jij spreekt hun taal. Ja, klopt. Maar je zit hier natuurlijk ook vanwege die voedselpakket die je hebt uitgelegd. Maar ook omdat je een zaalvoetbalteam hebt opgericht om jongeren van de straat te houden. Ja. Ga je dan ook echt de straat op om te zeggen van hou je van voetbal en kom je met team of zo? Werkt dat zo? Hoe doe je dat? Kijk, 29 september, ja? Dan is Waterwijkdag of zoiets. Mm-hmm. Of zoiets. Ja, ja. Waterwijkdag. Nou, staat ook bekend als een van de mindere wijken, toch? Van Lelystad. Ja, klopt. Ja. 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 Proberen ze ook al jaren wat moois van te maken, maar dat wil ook niet echt lukken. Hoor. Nee, wil niet echt. Nee. Op die Waterwijkdag dan gaan we een beetje flyeren. En dan gaan we die jongens een beetje benaderen daar. Dan gaan we even de wijk in. Dus alle jongens van 11 tot en met 16 jaar... die zijn welkom om dan bij ons te komen voetballen. Mm-hmm. En volgens mij zijn we daar van 11 uur tot ongeveer 3 uur in de middag. Yeah. En daarna is de eerstvolgende keer is op 3 oktober. Dat is de eerste dag. En dan gaan we echt beginnen ermee. Ja. Yeah. Het ligt eraan wat het weer doet ook. Anders kunnen we nog 2 keer buiten of zo. Maar daarna hebben we gewoon een zaaltje. Ja. En dat gaat via Youth for Christ. Die gaat mij daarbij helpen. Mm-hmm. Het is wel mijn project. Ja. Maar ik word geholpen vanuit Youth for Christ. Is dat ook een Lelystadsorganisatie? Zullen we wel een afdeling hebben? Ze hebben wel lang gezeten hier in de oude gedeelte. Okay. Nu gaan ze wat nieuws beginnen rondom de Waterwijk. En volgens mij zit er nog steeds iets voor de meisjes... Ja. In Zuiderzeewijk. Oké. Okay, ja. Ook niet de beste wijk, hè? Nee, niet de beste. Nou, je hebt nou die kerstactie hebt gedaan, de voedselpakketten dan, het voetbalteam, dat ben je nu aan het opzetten. Zijn er nog meer ideeën waarmee je rondloopt? Wij gaan sowieso, als het voetbal loopt, dan ben ik sowieso van plan om met die jongens die dan uit die buurt te komen... Ben ik van plan om, als het weer wat lekkerder weer wordt... om gewoon met hun bijvoorbeeld tuintjes op te knappen... voor mensen die wat ouder zijn. Om dagjes weg te gaan met mensen die dat, weet je, hun laatste wens... dat ze een keertje naar dierentuin willen of dat soort dingen. Mm-hmm. Er zijn heel veel plannen nog. Dat kun je toch nooit allemaal in je eentje doen, joh? Nee. Ja, maar uiteindelijk zijn er altijd wel mensen die ons helpen. Ja, nee, dat snap ik. Dus jij bent eigenlijk een soort van met een helikopterview... over alle mensen die jij voor anderen weer goede dingen laat doen of zo. Ja. Ja. Nou, dat is mooi. Ik hoop heel erg dat het allemaal lukt. En dat misschien de ogen van de gemeente ook eens opengaan... en ze wat contact met jou gaan leggen. En in ieder geval is gewoon een gesprekje aangaan. Nou, hoop ik ook. Dat ze in ieder geval serieus naar je luisteren. Ja, ja. En misschien kunnen ondersteunen met diverse ideeën en projecten. Want het is voor een goed doel, vind ik. Ja, okay. Ja, we zijn al 5 jaar bezig, dus geef niet op. Nee. Blijf gewoon doorgaan. Heel sowieso goed. Een goed advies. Dank je. Blijf doorgaan. Yes.